ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Oh kijk, daar komen de Jellybees aan in hun jolige jellytrein. Ze gaan spelen in de sneeuwkoepel. Moet je eens zien. Net alsof het kerstmis is. Oh, jellytastisch. Amber zegt dat sneeuw is gemaakt van bevroren water. Oh, Pepper pakt zijn vergrootglas om de sneeuwvlokken goed te kunnen bekijken. Sneeuwvlokken zijn heel mooi en ze zijn allemaal anders. Oeh, een sneeuwbal. Midden op de jellybollenbuik. Was jij dat, Bouncy? Ja, dus. Kijk, hij maakt een nieuwe sneeuwbal. Oh nee! Hij maakt een sneeuwpop. Dat is de hoed van de sneeuwpop met zijn grote bolle buik. Oh, moet hij geen kleren aan? En een neus? Sneeuwpoppen moeten een neus hebben. Een mooie hoed. Twee ogen om mee te kunnen kijken precies wat hij nodig heeft. En een wortel als neus. Prima. Ik denk dat de jellybees het een beetje koud krijgen. Dat is het nadeel van sneeuw. Het is heel koud spul. Amber zegt dat ze naar buiten moeten gaan om op te warmen in de zon. Heel goed idee. Ja, wat doen we met de sneeuwpop? Ik neem aan dat hij het ook koud heeft. Misschien wil hij ook warm worden in de zon. Jellytastisch! Een grote witte sneeuwjellybee om mee te spelen. Oh, daar bedenk ik me opeens dat zonneschijn en sneeuw niet goed samengaan. Strum zegt dat een ijsje smelt als je het in de zon laat liggen. Omdat de zon te warm is. Hij smelt! Net als een ijslolly. Ik hoop dat ze hem weer in de sneeuwkoepel kunnen krijgen voor hij helemaal gesmolten is. De sneeuwpop is blij, want hij is op een plek waar het lekker koud is. Sneeuwpoppen hebben kou nodig. En nu gaan we met z'n allen spelen in de koepel. Jellytastisch! Gaat er vandaag dag zwaaien? Amber! Dag Amber! Dag allemaal! Tot de volgende keer! Kom eens kijken in de wereld van de jellybees.